Een warm welkom van Even ten Apel vanuit het Santiago Bernabeu in de Spaanse hoofdstad. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen Real Madrid en PSV. Real Madrid gaat in deze opstelling van start. En hier zien we de beginopstelling van PSV. Een opvallende opstelling vandaag. De trainer heeft gekozen voor een 4-2-4 systeem. Weinig middenvelders dus. Weinig middenvelders, veel aanvallers die druk zetten op de verdediging van de tegenstander. Ja, dat kon wel eens een leuke wedstrijd worden. Want de tegenstander zal vaak de lange bal moeten hanteren. En dan krijg je toch leuk op- en neergaand spel. Het stadion van Real Madrid, het Bernabeu-stadion, ligt midden in de stad. Het is vernoemd naar voormalig speler, trainer en voorzitter Santiago Bernabeu, die de club leidde in de jaren 50 toen ze hun grootste successen behaalden. Er is plaats voor meer dan 85.000 toeschouwers even. Oh, dit kan een kans worden. Federico Bernardeschi. Voigt. Odriozola. Ilkay Gündoğan. We zijn net begonnen en daar hebben we al de eerste overtreding. Zonzi. PSV moet wel iets kunnen met het voordeel. Schindler. Hozabet. Chatli. Maakt zich los van de achterhoede. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jori. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. De keeper toucheert die bal nog. Maar weet het doelpunt niet te voorkomen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Dat was het eerste doelpunt. Voigt. Ilkay Gündoğan. Federico Bernardeschi. Timo Werner. De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Ilkay Gündoğan. De doelman doet dat heel goed. Goed geraakt. Altijd leuk voor de keeper zo'n rolletje. Zonzi. Die bal is voor de tegenstander. Real Madrid kan opstomen langs de zijkant, want het ligt helemaal open daar. Ik zou maar uithalen. De doelman redt de aanval op door. Door zo'n kans om zeep te helpen, hou je de tegenstander in de wedstrijd. Zonzi. De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Daar is het balbezit. En nu?
kan niet missen. Mario Gomez. Doelpunt. Wat een fantastische kopbal. En via het hoofd verdwijnt hij in het doel. Prachtig doelpunt hoor. Uitstekende kopbal. En de aanvoerder scoort. Hij geeft het goede voorbeeld, David. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Voigt. Zonzi. Ilkay Gündoğan. De tegenstander weet de paas eruit te halen. PSV mag gooien. Frederico Bernardeschi. Timo Werner. Stefan Savic. Gündoğan. Voigt. Ilkay Gündoğan. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Die speler komt veel te wild in. Ja! Ja, dat is het. Torinstinct noemen ze dat in Duitsland. Loer op dat ene kansje en er staat als die bal voor het doel komt. Keurig afgerond. Die doelman weet de bal nog te raken, maar de bal verdwijnt toch in het doel. Ja, met iets meer geluk, dan had hij hem tegengehouden. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Chatli, Gozabet, Socrates, Schindler, Diabaté. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Timo Werner. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Hij verspeelt het balbezit, levensgevaarlijk zo vlak voor het doel. Penalty! De scheidsrechter wijst naar de stip. Deze speler kan zich even geen grove overtredingen meer permitteren, Jury. Absoluut niet. Hij heeft zijn krediet verspeeld. De penalty gaat erin. De strafschop wordt benut. De penalty gaat erin. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Wat een knappe prestatie van dit team. Zo ver achter en dan toch nog gelijk maken. Gregory van der Wiel. Daar komt een uitgelezen kans aan om de voorsprong te pakken. Doelpunt, daar is de voorsprong. Kijk eens wat een blijdschap. Logisch, ze liggen op koers voor een overwinning. Maar de tegenstander zal zich niet zomaar gewonnen geven.
Een vloeiende aanval over de flank. Perfect afgerond door de doelpunt te maken. Ja, die twee weten elkaar goed te vinden. En een fluwele traptechniek. Voigt. Timo Werner. Die worp gaat naar PSV. Gaetan Bong. Zonzi. Gundogan. Timo Werner. Hij kan kiezen. Recht op het doel af. Daar is het schot. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is een treun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze toch meer ruimte weggeven. Dit doelpunt kwam op een presenteerblaadje, hoor. Dat kun je wel zeggen, Evert. Het doel was leeg. Nou, dan zou het een knappere prestatie zijn geweest om die bal niet binnen te leggen. Voigt. Gundogan. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes. En allemaal goed. En PSV mag een vrije trap gaan nemen. Hij werkt die bal weg. Real Madrid kan opstomen langs de zijkant, want het ligt helemaal open daar. Zonzi. Chatli. Die bal is weg. Zonzi. De bal is weer terug in de ploeg, doordat er flink werd gestoord voorin. En het schot. De keeper redt op fenomenale wijze. Corner voor Real Madrid. De bal wordt voor het doel gebracht. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Voigt. Federico Bernardeschi. Timo Werner. Zonde van die rustige opbouw, nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Hij is er bijna. De scheidsrechter kent daar een hoekschop toe aan Real Madrid. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Het gevaar wordt afgeslagen. Gregory van der Wiel. Nu schiet het. Gregory van der Wiel. Het is een doelpunt. Prima schot buiten bereik van de keeper. Ja, hij neemt die bal geweldig aan. Hij kijkt even en hij plaatst die bal schitterend in de hoek van het doel. Keeper zit er goed bij en raakt die bal ook nog aan, maar het is net niet genoeg. Dat zal die balen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Spannend zal het vandaag niet worden. Odriozola. Hij speelt de hele dag al goede passes. Die paas wat onderschept. Timo Werner. Zonzi. En nu scoren. Die paal heeft het zwaar te verduren, zeg. De bal is weggewerkt. Dat was een heel aardige kans. Chatli. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. En het gevaar is eruit gehaald. Federico Bernardeschi. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. De tegenstander heeft zich hergroepeerd. Daar had meer in gezeten.
Ainsley, Maitland-Niles. Hozabet. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Met gevoel gegeven. Die worp gaat naar PSV. Zonzi. Timo Werner. De bal is voor Real Madrid. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Doeltrap, daar had meer in gezeten. Mario Gomez is zo'n speler waarvan je hoopt dat hij zijn kwaliteiten laat zien. En vandaag is dat zeker zo. Hij laat zich met al zijn schoten positief gelden. Benut de ruimte die hij krijgt om de doelman een aantal keren op de proef te stellen. En maakt een goed doelpunt. De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Zonzi. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. De bal wordt in de 16 gebracht. Een eenvoudige prooi over de sluitpost. İlkay Gündoğan. Gaetan Bong. Wat een suffe fout zeg. Federico Bernardeschi. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Hij schiet. We kijken naar de corner. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Hozabet. Federico Bernardeschi. Zonzi. Gregory van der Wiel. Hozabet. Speelt zich helemaal vrij. Gaetan Bong. İlkay Gündoğan. PSV heeft het. Ze krijgen een vrije trap. İlkay Gündoğan. De scheidsrechter sluit de eerste helft af bij een stand van 5 tegen 2. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Daar gaan we weer. De voorsprong is groot en ik denk niet dat we nog een grote verrassing te zien zullen krijgen. De verschillen zijn gewoon te groot. Prima gestoken, zo lijkt het. En PSV mag een vrije trap gaan nemen. Nu moet deze speler toch echt goed op gaan letten, hoor. Ja, hij moet zeker oppassen, even, want anders is het volgende keer geel. Gevaar geweken, de bal is weg. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? En nu doorgaan. Ze geven het nog niet op en dat is natuurlijk te prijzen. Schindler. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken.
Hij werkt die bal weg. Timo Werner. Zonzi. Hoge bal, maar de keeper plukt hem uit de lucht. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een... En nu scoren. En die zit. Goede timing is het halve werk. Ja, dan is het een koud kunstje om die doelman te passeren. Ja, wat moet je daarmee als verdediging met zo'n meegekomen keeper? Wie hoort die speler te dekken? Je weet het nooit met deze doelverdediger, Evert. Maar ik denk dat er niemand was die hier rekening mee had gehouden. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Voigt. Ilkay Gündoğan. Timo Werner. Zonzi. De bal is voor Real Madrid. Met de bal in een positie die gevaar kan opleveren. Die verdedigers is hij kwijt. Dat leek een gevaarlijke voorzet, maar hij gaat aan alles en iedereen voorbij. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Het leek een veelbelovende uitbraak, maar het resulteert slechts in balverlies. Ainsley Maitland-Niles. Een opgelegde kans. Hij zit erin. Kijk eens, hij komt goed voor zijn tegenstander en laat de keeper van dichtbij kansloos. Dit is al zijn tweede treffer. Hij laat ze allemaal staan. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. Zonzi. PSV moet wel iets kunnen met het voordeel. Ze krijgen een vrije schop. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ja, dit gaat goed. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Het is Madrid dat mag gooien. Ongelooflijk dat die bal er niet in ging, Evert. Wat een wereldredding was dat. Nacer Chadli. Nu schieten. Redding door de keeper. De aanval loopt door. Volgens mij wist hij die bal maar half te raken. De bal is weggewerkt. Dat was een heel aardige kans. Nou, die redding gaan we nog vaak terugzien, denk ik zo. Weergaloos keeperswerk was dat, Evert. Gregory van der Wiel. Ainsley Maitland-Niles. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Zonzi. Timo Werner. PSV krijgt een vrije trap van de scheidsrechter. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Het spel wordt goed breed gehouden. Is de verdediging te vlug af? Hij schiet. En zo maakt hij de voorsprong net niet groter.
De tegenstander kan de bal onderscheppen. En PSV mag een vrije trap gaan nemen. Die bal is voor de tegenstander. Hij is er door. Hij onderbreekt de aanval met die actie. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Chatli, Romain Saïs, Ainsley, Maitland-Niles. En nu scoren. Daar komt de corner. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Geeft een inworp weg. Romain Saïs, Ainsley, Maitland-Niles. Nasir Chatli. Zo, ja. Uithalen zou ik zeggen. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Dat wordt een hoekschop. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Het gevaar wordt afgeslagen. Oh! Wat een doelpunt! Dit is al zijn tweede treffer. Hij laat ze allemaal staan. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Nog 20 minuten. Timo Werner. Chatli. Ainsley, Maitland-Niles. Dan schiet hij. In zijn gedachten zag het er vast beter uit. Hij wordt naar de kant gehaald. En dat lijkt me niet vanwege slecht spel, want hij heeft het erg goed gedaan vandaag. Voigt, Ilkay Gündoğan, Odriozola. Speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Het schot, nog een corner. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan een reguliere speeltijd over. Voigt. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen hoor. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Diabaté. Lopez. Hij schiet. Hij zit erin. Pas een paar minuten in het veld en dan scoor je. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. We zien het hier vanuit een andere hoek. Want het leek alsof de bal naast zou gaan. Ja, het leek een beetje een zwammenbal even. Ik vraag me af of het de bedoeling was om hem zo te raken. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Voigt. Zonzi, Timo Werner. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel.
Die gebruikt daar prima het lichaam om de bal bij zich te houden. De bal gaat richting Ronaldo. Wat kan hij doen met die voorzet? Geweldige kans hoor, maar al even geweldig gekeerd door de keeper. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekiept. De hoekschop wordt kort genomen. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Prima poging. Die hangt ongelooflijk. Dat mag de keeper zich wel aanrekenen hoor. Deze kans is nog niet zo makkelijk als hij misschien lijkt, Louis. Nee, het is goed afgemaakt, omdat het toch nog een flinke afstand is tot het lege doel. Daar moet je nog wel wat voor doen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Voigt. Zonzi. Gaëtan Bong. Timo Werner. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Igor Akinfeev. En we zijn klaar voor de corner. We kijken even naar een speler die onmogelijk tevreden kan zijn over zijn prestaties vandaag. Of wel, Jury? Nee, hij staat er om gevaar te stichten, maar daar is vandaag eigenlijk geen sprake van. Kijk, dat mag je natuurlijk zijn teamgenoten ook verwijten, hè? Maar je kunt ook zeggen dat hij een beetje de verkeerde keuzes maakt en geen ruimte voor zichzelf weet te creëren. Aanvallend oogt het nogal machteloos. Wat een knal zeg. Schitterend doelpunt. Ja, precies goed geraakt. Dan krijgt die bal zoveel snelheid mee dat je als keeper kansloos bent. Daar ligt die keeper vanavond nog wakker van, denk ik. Wat een pegel. Hij probeert het van grote afstand en treft het doel. Wat een geweldige goal. Hij zag de ruimte net buiten het strafschopgebied. En hij raakt hem echt fantastisch. Prachtig hoor, zo'n knal van veraf. Daar krijg je nooit genoeg van. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Voigt. Timo Werner. Ronaldo. Hier heb je hem weer. Aan de zijkant. Ja, daar ligt de ruimte. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Wat een wilde tackle. Daar moet de scheidsrechter een kaart voor trekken, lijkt me. Zoekt de medespeler. Super steekbal. Ze doen iets terug. Maar is het wat laat, Jury? Ja, het lijkt een kansloze missie. Ze redden de heer, maar meer zal het niet zijn. Dat is een tweede. Ze krijgen totaal geen grip op hem. Twee aanvallende teams maken er een spektakel van. Ze pakken toch nog een doelpunt terug. Maar veel zullen ze er niet meer aan hebben. Nee, Evert, deze goal komt echt te laat. Wat gaat deze hoekschop opleveren? Ze kiezen voor de lange variant. Daar is het schot. Hij maakt het af. Een hattrick en niet zomaar eentje. Stuk voor stuk juweeltjes. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Voigt. Timo Werner. Ronaldo.
Vijf minuten extra tijd. Het blijft nog even spannend. De fans laten hun ongenoegen blijken, Evert. Ze willen dat de scheidsrechter afluit, want dan zijn er drie punten binnen. We gaan kijken naar deze corner. De bal wordt in de 16 gebracht. De aanval loopt spaak. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? De tegenstander heeft de stellingen weer ingenomen. De kans op een counter is daarmee verkeken. Score maar! En het gevaar is eruit gehaald. Gregory van der Wiel. Doet die goed. Uitstekend keeperswerk. Goed naar de zijkant gewerkt die bal hoor. En nog een hoekschop. De bal wordt in de 16 gepompt. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Uitgekopt inworp dus. Diabaté. Een schot. Dat is een beste kans hoor, veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger, waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. En het spel gaat weer de andere kant op. De wedstrijd is afgelopen, Real Madrid wint. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.